Hoe lang heeft dit kabinet nog? Is de regeren tegenwoordig een permanente verkiezingscampagne? Dat zijn niet mijn teksten, maar van Sibinia. Dat is die zit toevallig naast me en is ook de naamgever van dit platform. Mm -hmm. En wij hebben elke maand een gesprek over de politieke actualiteit. Eerst maar eens even die permanente verkiezingscampagne. Waar, waar, waar leid je dat uit af? Uh, nou, dat God in zekere zin altijd al. Kijk, in, in Amerika hebben ze het meestal uitgevonden. En dat geldt hier ook voor. Uh, uh, en iemand als Mark Rutte was in feite natuurlijk ook altijd permanent op verkiezingscampagne. al zat, zat er een golbeweging in bij hem. Als uh, Mark de, 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 op verkiezingsavond begon hij aan het formeren. Ja. Maar het formeren was toch ook een beetje. Uh, uh, de, de, de situatie zo bij elkaar brengen dat hij daarna een gunstig uitgangspunt had voor de volgende verkiezingen. Ja, ja, ja. En dan een paar maanden voor de verkiezingen, al soms al drie kwart jaar. Voor de verkiezingen en dan begon hij al uh, uh, de voor te sorteren op de volgende verkiezingen. Stevige taal, Ja, Slaan. Dus, dus laten we zeggen, regeren met d 66 en, en over klimaat en Europa, toppie en al die andere dingen. En dan uh, uh, een paar maanden voor de verkiezingen iets lelijk zeggen over de Turkse president of zo. Dat, dat type dingen. Maar nu heb je het over iemand die in het kabinet zat. Maar... In dit geval heb je het met name denk ik over Geert Wilders hè, die op x gewoon ja, doorgaat. Of zeker, natuurlijk. Nee, nee. Maar, maar het, het, ik denk dat hij niet, absoluut niet de enige is. Uh, ik denk dat het zeker ook geldt voor de VVD. Uh, misschien moeten we zelfs teruggaan aan de vorig jaar zomer. Dus het, uh, de, de, de eindfase van uh, Mark Rutte. Uh, daar. Het is nog steeds raadselachtig waarom dat kabinet toe moest vallen over ja. iets wat niet, was niet heel, heel, heel erg duidelijk Achteraf zou je kunnen denken dat Mark Rutte het kabinet vooral is laten vallen omdat het hem goed uitpaste in zijn campagne uh, de om, 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 om van de NAVO. Ja. Maar misschien heeft hij het ook gedaan om de, om de VVD. Vooruit te helpen. Ik weet het niet. Dus dat is dan niet helemaal gelukt, moet ik zeggen. Nee, want hij heeft het asiel tot thema gemaakt en dat was niet zijn thema. Nee, in ieder geval, Wilde. Nou ja, hoe dan ook. De VVD heeft dadelijk verloren bij, die, ja. bij de verkiezingen. Uh, dus als Mark Rutte al de grote campaigner was, dan was hij dat deze keer in ieder van niet. Heeft hij Wilders in het zadel geholpen, zeg je dat eigenlijk? Uh, Althans, dat. Nou ja, er zijn stemmen van, van, de, van de VVD naar Wilders gegaan. Dat is ja. ongetwijfeld zo. Yes. Uh, maar in ieder geval. De stelling is dus even: is regeren of zelfs formeren tegenwoordig een permanente campagne? Dat ja. zou je wel kunnen zeggen. Kijk, wat, heeft, uh, uh, wat hebben we gezien in, de, in, de, die, in die formatiefase, die duurde van november uh, 2023 tot juli 2024, mm -hmm. uh, defense formateurs of informateurs. En uh, allemaal moesten ze iemand bedienen. Nou, eerst, in, aanvankelijk moesten ze vooral uh, uh, de NSC, de Pieter Omtzigt, bedienen. Met Want, het staatsrechtlijstje. Precies, ja. alles moest staatsrechtelijk worden ja. en Wilders mocht geen premier. Het, uh, het, het PVV-gehalte van het kabinet moest zo, zo laag mogelijk zijn, zal ik maar zeggen. Nou ja, of dat een goede campagnestrategie is, kun je afvragen. Maar het was in ieder geval een manier om de, een, een deel van het kader. Van de NSC, vooral de vrouwen heb ik wel eens afgevinkt. Oh ja. Ja, dus de weerstand, dat is heel interessant. Ja, ik liep er toevallig tegenaan, niet omdat ik dacht: het zijn de vrouwen die bij de NSC ja. uh, uh, de weerstand vormen. maar toen ik dus een lijstje begon te maken van wie meer tegen de PVV en de noodwet is. En wie, uh, en, en, en wie dat wel kan velen, toen bleek dat de dames uh, dominant waren. In, Hetsberger en, Uitermark. Uh, uh, Uitermark yeah. neemt een hele centrale positie in, omdat, uh, omdat ze minister van Binnenlandse Zaken ja. is. Dus die zit, uh, die zit niet alleen in de top van, van NSC, maar die zit ook nog in het kabinet in een centrale rol. Uh, maar het is dus uh, het, grappig om te zien, nogmaals, ik was er niet op uit op die conclusie, maar ik kwam er als slot uh, dat het vooral uh, de, de dames komt. Ja, ja. uh, en misschien is dat geen toeval, maar goed, dat vergt een nadere analyse. Maar als je nou zegt, uh, er wordt eigenlijk meer dan uh, vroeger permanent campagne gevoerd. Wat ja. is dan uh, het gevaar voor het kabinet als iedereen steeds maar op zijn eigen standpunten blijft staan? Uh, nou ja, of in ieder geval op zijn eigen standpunten blijft staan, of in ieder geval voor, 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 vooruit schaakt. Uh, ...naar mogelijke uitgangspunten als er weer verkiezingen zouden zijn. Want dat is wat er in feite gebeurt. Uh, en dan heeft iedere partij uh, van de coalitie, dat zijn er vier... ...die heeft dan zijn eigen belangen ja. of zijn eigen sentimenten. Ja. En de, belang, de, de sentimenten die laten zich wat moeilijker in kaart brengen... ...maar de, de belangen die kun, je wel redelijk in, die kun je wel redelijk zien. Hè, dus het, laten we van de grootste beginnen. We mm. beginnen bij, bij Geert Wilders, de grootste partij, PVV... Uh, er wordt wel aangenomen dat, uh, dat Wilders een, een zo stevige koers vaart om die noodwet, asiel, uh, binnen te halen. Uh, omdat hij weet dat als het mislukt, uh, dat hij bij verkiezingen die dan eventueel worden uit, uitgeschreven, uh, alleen maar nog groter wordt. Nou, dat is alles wat er op wijst. Hij heeft 37 zetels in de Tweede Kamer, verreweg de grootste partij. En in alle peilingen uh, wint hij. Maar mag ik je even onderbreken? Ja. Ben je het dan niet eens met commentatoren die zeggen... Wilders kan straks uitleggen, niet uitleggen dat hij op een procedureel punt is gevallen. Of... Nee, nee. Het, wat, uh, het, het centrale risico voor. Uh, op, de, op korte termijn zijn de risico's beperkt. Ja. En daar kom ik nu al zo meteen op. Maar er zijn ook andere risico's en dat is dat, uh, dat je met Wilders een onbestuurbaar land krijgt. En hij heeft natuurlijk al, daar heeft de VVD veel succes mee gehad uh, de afgelopen twaalf jaar. Dat ze verdurende riepen. Hij is er eruit gelopen als je verantwoordelijk is. 2012. 2012, ja. 2012 nee, toen heeft hij het kabinet uh, Rutte 1 opgeblazen, wordt dan gezegd. Wat half en half twijfelachtig is, want er waren ook andere verantwoordelijken te stellen. Maar in ieder geval, in de beeldvorming was. Uh, dat kabinet heeft anderhalf jaar bestaan. Wat gedoogd werd door Wilders. Dat wordt uh, in de kranten vaak als een mislukking gezien. Of dat werk is geweest, dat kun je ook weer een beetje afvragen. Mm. Maar in de beeldvorming is, uh, is, uh, is Rutte iemand die die uh, geneigd is tot onverantwoordelijk uh, gedrag en de, de bestuurbaarheid van het land op het ja. spel zet en, en kabinetten opheft. Kijk, uh, dat is niet helemaal onzin als, dat, uh, als hij voortdurend alleen maar met korte regeerexperimenten betrokken is, zal ik maar zeggen. Uh, vindt het volk dat leuk? Alleen maar chaos en onzin en gedoe en mm. nee. Ik, ook PVV-stemmers, of potentiële PVV-stemmers, die willen op een gegeven moment dat er gewoon geregeerd wordt, dat er dingen worden binnengehaald. Ja. En niet dat er voortdurend kabinetten ontploffen en een nieuwe verkiezing worden uitgeschreven. Dat is mijn stelling in dit verband. Uh, uh, ik doe, doe even een klein uitstapje. Um, en naar nou, jan Epping, die uh, uh, verschijnt deze week een boek van uh, zijn hand. En, dat, en ook te zien, alle op als week met de CQ. Ja. Zeker dus. Uh, wie een beetje om me heen kijkt, zal ik maar zeggen, die ziet hem als ware zitten. Nog niet letterlijk, maar het boek is wel vers. Maar in ieder geval, wat ik een belangrijke conclusie vond van in zijn inleiding, of in zijn epiloog, daar ben ik hem kwijt. Dat hij zegt: links moet eindelijk eens een keer oog krijgen voor het migratieprobleem. Maar rechts moet zich bewijzen als bestuurders. Mm -hmm. En dat geldt, dat heeft voor een deel mijn ogen ook geopend. En. Ik denk dat dat werkelijk zo is. Ja, als, je, als je wel uh, de, de, de onrustgevoelens weet te, 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 te exploreren, ja. te exploiteren, uh, maar verder niks in de aanbieding hebt in de praktijk, of alleen maar chaos en gedoe, uh, dan heb je op de middellange termijn of, of langere termijn uh, zak je weer weg in de, uh, in de peiling en dan ben je ja. je positie kwijt. Dus ook uh, een, uh, 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 Geert Wilders. Zal eh, zich als een betrouwbare bestuurderspartij eh, moeten laten zien. En niet als het lachertje van de week. Maar als je Epping citeert, hè, betekent dat dan ook dat, als ik jou zo hoor, links en rechts misschien wel dichter bij elkaar liggen dan, dan wij denken? Want... Nou, in zekere zin heeft het altijd. Kijk, eh, als, als het grote thema. wat door sommigen weer wordt bestreden. maar als het, het groot, grote thema migratie is, het centrale thema in ja. alle landen in Europa. Uh, dan kun je zeggen dat, uh, dat zowel links als rechts er altijd posities hebben ingenomen. En sterker nog, immigratie heeft zelfs het begrip links en rechts veranderd, kun je zeggen in ja. de politiek. Ja? Ja. Dus, maar laten we, als we even een sprongetje in de tijd maken. In de jaren zeventig, ja, eerder nog, de jaren zestig, toen begon uh, uh, het bedrijfsleven. Begon toen, uh, die wilden gewoon allemaal goedkoop personeel. Ja. On, ...onopgeleid, lage schoolpersoneel... ...uit het buitenland halen. En uh, hoe verder weg, hoe goedkoper... Hoe, ...hoe beter hoe goedkoper. Marokko-Turkije. En, en, dus de de, en dat werd dus... De, met, staats, ...met staatssteun... ...en, en, en, en departementale ondersteuning... Uh, ...werd het ja. gebeurd. Ze haalden, hoe hoger uit de bergen, hoe goedkoper... Uh, ...hoe minder opgeleid... Uh, uh, ...hoe liever zij ze daar kwijt waren... ...en hoe liever ze hier hadden. Overigens is Abu Talab er ook een product van. Dus bedoel... Ja, er zijn uitzonderingen. Maar ja. er is Nederland. Uh, ik denk dat we zelfs haast kunnen zeggen dat uh, van alle gas, as, a, gastarbeidersbeleid. Uh, Nederland de slechtst gescholden ja, ja. uh, uh, selecteerde. Dus du in Duitsland bijvoorbeeld. Uh, hebben ze natuurlijk ook veel Turkse gastarbeiders. Gehad, maar die haalden ze van de kust. Ja. Die hadden bij Izmir ja. vandaan, Smyrna. Die waren hoger opgeleid. Die waren, precies. Die hadden, die hadden, dat waren uh, technici. Ja. Uh, in, uh, in, zowel in Turkije als in Marokko gingen ambtenaren van sociale zaken mensen selecteren. op dat ze geen Frans spraken en geen Arabisch spraken. als alleen Berbers spraken en geen uh, opleiding. Omdat ze dan weer terug zouden gaan? Of? Nee, omdat ze dachten dat ze dan. Uh, 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 dat ze dan uh, A. goedkoop waren. en B. geen onrust zouden veroorzaken, ah, want ja. ze waren niet in school geweest. Ja. ja. En, uh, en voor de Marokkaanse koning gold bovendien nog dat hij dan die, de, de, onrust, de, de onrustschoppers, want de Berbers die hadden wel eens een opslag. Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar in ieder geval, Nederland haalde de slechtst opgeleide Turken en de Marokkanen van Europa. In ieder geval, we hadden het over links en rechts in dit verband. Ja. Dan waren de vakbonden natuurlijk tegen. Om hele goede redenen dan waren het vakbonden tegen. Dus links, vakbonden waren tegen. De linkse partijen waren in de jaren zestig ook. Tegen het binnenhalen van de Turken okay. en de Marokkanen. Ja, dat is niet door iedereen opgemerkt. Nee, dat zijn ze allemaal vergeten. Ja. Hè? Want ze, zijn, ze zien zich nu als de hoeder van de Turken en de Marokkanen die hier zijn. Ja. Uh, en misschien wel Turken en Marokkanen die nog willen komen. Maar uh, zij waren. De, degene die ze binnen wilden halen waren bedrijven, trouwens vaak bedrijven, die uiteindelijk dan onder zijn gegaan. Want ja. eh, als er nou gaat ge ge geïnvesteerd in automatisering. Textiel, scheepsbouw, et cetera. Ja. Precies. Ja. Dus hebben hun laatste levensjaren gered. Ja. door de goedkoopste personeel uit verre landen te halen. En die bleven hier dan achterhalen hun gezin. Het is bijna een apart gesprek, merk ik, maar ga door. Nou ja, ja, maar ik bedoel, het is, ja. Heel, dat is heel nodig om duidelijk ja. te maken. dat links- en rechtse migratie dat heeft geen vaste posities heeft. En in de loop van de jaren. Eh, hebben alle partijen wel hun. hun een, een links, rechts en centrum wel hun, 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 hun hobby's gehad in dit verband, heeft altijd geleid tot meer immigratie. Dus de CDA, Partij van het Midden, die trouwens als een rechtse partij meedeed aan het binnenhalen van die gastarbeiders, uh, die was later als gezinspartij weer erg voor de gezinshereniging. Want ja, die mensen moeten toch ja, samen ja. gezinnen hebben. Ja. Alle partijen, links en rechts in Nederland, tenminste traditioneel links en rechts in Nederland, uh, heeft zijn eigen uh, verantwoordelijkheden in de geschiedenis op zich te nemen. Maar. Of de bevolking daar blij mee was, dan kun je, je afvragen. En daar heeft zich toen vanaf de jaren tachtig gaandeweg een beweging opgezet. Dus mensen die dan als extreem rechts werden gezien. Als je bezwaren had tegen de immigratie zoals die was, of er nou asielzoekers waren of gezinsherenigingen, zo weet ik veel wat, dan werd je meteen weggezet als extreem rechts. Of, niet, of tenminste als rechts. En, uh, uh, maar de, de, onder de bevolking was er al, is er al zeker 30, 40 jaar. Een uh, substantieel deel, drie de, kwart in die orde van grootte. Mm -hmm. die twee dingen wil. A, rem op de immigratie, B, optimale integratie, aanpassen. En, en dus uh, 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 is dit nog steeds een poging tot antwoord op jouw vraag? Of? Zeker, alleen ja. ik, ik wil er even aan toevoegen, dat, want, maar misschien ontsporen we nu een beetje, maar ik zorg alweer dat we op het thema komen, wees niet bang. Uh, dan is het eigenlijk merkwaardig dat links die eigenlijk de verzorgingsstaat heeft opgericht. Althans, dat was geclaimd. Hè, dus ook, nou ja, ja, maar dat hij het aan Wilders overlaat. Ik, ja. ik zeg even wat Wilders wil. Hè? Ja. Dat hij wil de verzorgingsstaat beschermen... door het migratie ja. te beperken. Ja, sterker nog, hij heeft daar, Wilders is zelfs... toen hij ontdekte dat dat de reden was... waarom mensen naar hem toe kwamen... toen hij in eigen betaal, Is links geworden. Is links geworden. sociaal wel economisch, ja. Ja, ja, zeker, ja. ja, ja. Hey, Maar dan, dan is het toch eigenlijk... Uh, uh, raar dat, ik wil niet zeggen dat Timmermans met Wilders op moet trekken, maar dat hij die, diezelfde verzorgingstaat ook niet wil beschermen. Ja, hij doet hele schuchtere pogingen ja, links, ja, maar het is niet duidelijk. Het is, het is duidelijk. ongeloofwaardig natuurlijk. Uh, en, uh, maar goed, daar heeft de, 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 de sociaaldemocratie, uh, die heeft altijd, dat maak ik weer een beetje groot, maar ja. die heeft altijd een spanning op gezeten tussen internationaal en nationaal. Ja. ja, dus internationale solidariteit zeiden de socialisten dan vroeger al. Maar de solidariteit kan niet internationaal zijn in alle opzichten. Je kunt niet een WO-uitkering voor de rest van de wereld hebben. Nee, 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 je kunt ook geen AOW-uitkering hebben. Het heeft altijd de, lokale gevolgen. Het is niet altijd nationaal. Je ja, moet ja. Altijd, uh, de, de verzorgingsstaat is altijd een, 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 een gebied dat niet groter is dan de ja. staat. Mm -hmm. Want als je, uh, je, kunt, je kunt niet aan de Nederlanders vragen om de rest van de wereld te subsidiëren. Ja. Uh, en trouwens, als je het wel doet, is het morgen afgelopen. We kunnen dat niet. Die spanning binnen de Sociaaldemocratie hebben ze nooit op weten te lossen. Er waren verstandige Sociaaldemocraten, P van ook. Uh, een beetje technocratische. Uh, Wouter Bos, die was, dat behoort tot verstandige bijvoorbeeld. Maar die is stuk gelopen binnen zijn eigen partij. Die ja. mocht nooit iets, uh, die mocht nooit iets uh, beperkends zeggen. Nou ja, Ascher is naar Denemarken geweest. Ja? Uh, deze, ik deze ik op... was daar toevallig bij en dat rapport van hem ligt nog ergens in een diepe la. Precies. Omdat in Nederland. Dus, sorry, in... Ja. Denemarken, de sociaaldemocratie, eigenlijk de teksten van Wilders bezig zou ik yes. ja, dat, Maar oh. dat, kun je, dat kun je gewoon zo zeggen. Ja. Met de Frederiksroer. Misschien, misschien niet met het islam-element zo nee, sterk, niet, nee. maar wel als het gaat over, over de sociaal-economische componenten. Oh. En, uh, en dus heel veel Nederlanders die voelen terecht aan dat als je de verzorgingsstaat niet beschermt door de immigratie te beperken, en met name die van de laagst gefinancierde, want wie zijn de meest afhankelijk van de verzorgingsstaat? Ja. Dat zijn de kwetsbaarsten. Eigenlijk de traditionele achterban van links, toch? Dat zou ik ja. zeggen. Ja. Ja. Dus, dus ze zijn altijd voor de kansarmen en de kwetsbaarsten. Maar dan moet je niet de, de, de grenzen openzetten voor andere kans kansarmen en kwetsbaren. Wat gaan die mensen dan doen, die Nederlandse kansarmen of uh, wat dan ook? Ja. Ja, die gaan kijken of ze gaan die ergens anders winkelen, natuurlijk, als hun eigen partij ze niet beschermt. Ja. Ik weet het goed als we weer even ja. teruggaan naar uh, uh, het heden. Uh, oktober 2024. We waren bij Wilders aan het afstrepen dat hij wel degelijk een belang kan hebben om verkiezingen te hebben. Wat hij dat asielthema niet alleen procedureel, maar ook inhoudelijk claimt en ja. kan blijven claimen. Even de volgende in grootte: is dat de VVD? Ja, hè? ja. Uh, Jessel Gus, wat, wat voor belang heeft hij bij breken, of lijmen of behouden wat ze heeft? Ja, dan moet je, moet je denk ik even in de ziel van de VVD kijken. Ja. En die ziel is ook niet gisteren ontstaan. Uh, de VVD vindt, uh, die, die is opgegroeid als partij en, en, en in een in, in, in geest in de naoorlogse periode. En, en toen waren er drie partijen, althans drie bewegingen: dat was de Christendemocratie, dat was de, uh, de Sociaaldemocratie en dat wa was een kleine partij, dat was de VVD, dat waren de Liberalen. Ja. Alle andere partijen, die drie grote partijen, die wilden natuurlijk helemaal geen andere partijen. Dus D66, de PvdA en, 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 uh, en de VVD vonden de D66 overbodig, vinden ze eigenlijk nog. Uh, en zo zit er ook spanning op uh, de VVD en de PVV. Ja. Dus Wilders is uit de PVV gestapt, uh, sorry, uit de VVD gestapt... En is in de praktijk toch een stevige concurrent gebleken. En, uh, en, de, en een van de dingen die je dan wil doen. als partij die, uh, die de winst terug wil halen. of het verlies terug wil halen. Uh, dat is uh, in een Nederlandse situatie vaak mee laten regeren. en dat zichzelf al mogelijk maken. Ja, laten ontploffen. Laten laat... we zien dat hij het niet kan. Exact. Wat en bij de LPF gelukt is. Hè? Wat bij de LPF gelukt is, wat eerder ook met andere partijen gelukt is. maar dat is, gaat een beetje vet terug. Uh, en, uh, en je moet je zelfs afvragen of dat niet een belangrijke reden was voor het kabinet Rutte 1 destijds. Dus de gedoogpartij. Uh, dus dat, die, dat er chaos was en, 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 en gedoe. Dat de VVD belang bij omdat hij dat idee te laten ontstaan. Of zoals Rutte zei in het kat, katshuis in het voorjaar van 2012. Anders zal ik dat. In, hij zei dat niet letterlijk, maar dat kwam er kwam wel op neer. Dan zal ik dat rot partijtje decimeren of zo. Ja. Ja? Uh, en, da en dat. Je moet dus de grote vraag is: hoe loyaal is de VVD aan deze coalitie? Ja. Hoe loyaal is de VVD aan dit kabinet? Of is dit voor een volgende rondje? De VVD laat de concurrentie meeregeren om die te laten ontploffen. Moet je niet geheel uitsluiten. Wacht even, wie is dan de concurrentie? PVV? De PVV. Maar je zei net dat die waarschijnlijk succesvol zal zijn bij een breuk, toch? Of? Nou, het zou kunnen, maar ik probeer even okay, de, 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 nog steeds de, ja. de geest van het... Je probeert het ja. in de... Nou ja, ik, ik weet echt heel zeker dat dat in 2010, 2012 ja. een van de redenen was... en misschien voor sommigen de reden om uh, de, de wilde mee te laten regeren... om daarmee te laten zien dat... Dat je... hoorde je ook op achtergrond over. Ja, net, ja. precies. Ja. Dus, uh, 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 maar de grote vraag is dat die niemand stelt en die, stelt, die, die gooit maar op tafel deze tafel, dat uh, hoe loyaal is de VVD deze keer aan uh, regeren met de PVV, met ja. de, de, die nieuwlichters die ze in feite niet zien zitten. Uh, nou, zeker een, een belangrijk deel van het kader ziet er helemaal niks in. Dat hebben we gezien bij diverse bijeenkomsten ja. en uitlatingen. De Nijpelsvleugel, de D66-vleugel. Die, 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 pre Precies, ja. uh, die, die zo heerlijk regeren met D66 de afgelopen jaren. Ja, die uh, zien dat helemaal niet zitten, dat regeren met de PVV. Dus die hebben er sowieso belang bij om, als ze al regeren met de PVV... de coalitie te gebruiken om de PVV weer op termijn in ieder geval kleiner te krijgen. Uh, uh, er zijn ook wel wat aanwijzingen. Uh, wat ik zelf ook wel interessant vind, is om te zien dat uh, de... de uh, wat, wat, wat nu met die noodwet, die noodwet ja. die centraal staat in het politieke debat van het moment... Daar heeft Dylan Jesekjes, de leidster, leider van de VVD, uh, die is niet, achter, niet volledig achter het regeerakkoord blijven staan. Nee, die zei: Doe dat andere spoor van een iets minder strenge noodwet. Waarbij de Ik Kamer kan ook wel. wel. wel ja. Maar daarmee val je dus het kabinet af. Ja. En, dan doe je in, in zekere zin mee met, met Pieter Omsert van de NSC. En die, die leunt al half en half op de linkse oppositie. Dus ja. ja. Dat, zorgt, dat is geen koers die, die, die stevig is, zal ik maar zeggen. En die van de grote 100% loyaliteit ten opzichte van de coalitie getuigt. Ja. Dus daarom zeg ik, de VVD, die, 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 die trekt toch aandacht met de veronderstelling dat ze hun kansen af, dat ze ook, hun kansen, dat ze ook loeren. Maar ja. wacht even, dat is, begrijp ik toch niet helemaal. Want de VVD zegt steeds in het openbaar, we hebben eindelijk een rechtskabinet voorbij, bij, we dat strenge immigratiebeleid kunnen uitvoeren. Ja. Eindelijk, na 50 jaar. Ja. Waarom zouden ze dat dan... Weggooien. Bedoel, nou ja, en dat is natuurlijk de essentie van dit, van dit gesprek ja. <laughs> en, van het, en van het discours. Ja. Uh, ben je bezig om je kansen te, te, te bekijken voor uh, de, de, de volgende verkiezingen? Of ben je bezig om je kiezers te bedienen en het land te dienen? Ja. Nou ja, dat laatste lijkt dus me dus belangrijk is, voor de meeste kiezers. Dat, dat lijkt mij ook. Ja. En dus, ik, ik, bedoel, ik ben niet zo van pleidooi, maar als ik een pleidooi zou hebben, dan zou ik ook zeggen: ga je vredesnaam voor wat mensen willen en voor het belang van het land in plaats van. Ja, want zo'n kabinet krijg je natuurlijk nooit meer. Nee, ook dat nog. En er is geen alternatief. Er komen er zo meteen misschien nog op. Maar uh, heb ik elders ook al eens gezegd. Je kunt wel, als je bijvoorbeeld wilders bent, zeggen van laat hij het kabinet opblazen. Want uh, 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 dan krijgt hij alleen maar meer zetels ja. en is hij machtiger enzovoort. Dat mag allemaal zo zijn. Maar het heeft twee risico's in zich. A, uh, uh, je krijgt een naam dat je gewoon een kabinet en bent. En, en niet een, een betrouwbare bestuurder. Wat we al bespraken. Maar ten tweede ook, met wie? Dan moet hij, heeft hij nog steeds niet de meerderheid of zo, hè? Met, met wie na de verkiezingen? Ja. Met naar de verkiezingen. Ja. Dan kan het kan wel zijn dat, dat ontzicht zijn partij dan opgeheven is. Daar komen we nog even op we komen zo. Maar wat, met wie gaat hij dan regeren? Gaat hij dan dan, dan. dan is hij overgeleverd aan het CDA waarschijnlijk. Nou, want het CDA. Uh, kun je veel. Die heeft van grote historische verdiensten. Maar niet die van betrouwbaarheid. Als het gaat om immigratiebeleid. Nee. Dus dat heb je niet uitgelegd, ja. En asielbeleid met name ook. Ja. Ja. Asielbeleid gaat het CDA uiteindelijk. Tenminste, de afgelopen jaren was dat zo. Hadden ze wel eens harde bewoordingen. Maar dan kregen we weer kerkasielactivisten. En, en dan gingen ze allemaal weer om. Want het geweten ging afspreken spreken en wat is meer. Ja. Dus. Uh, als Wilders het echt gaat om immigratiebeleid, met name over asiel, dan staat niet vast dat de CDA een betrouwbaarder partner is, uh, dat Bontebal een betrouwbaarder partner is dan Omtzigt. Nou ja, je hebt ook cynici die zeggen, ik weet niet wat jij ervan vindt, de hele bestaansrecht van Wilders, is die asielcrisis? Als die zou worden opgelost, dan maakt hij zichzelf overbodig. Dat, uh, dat nou, is wel heel cynisch. Maar... Nee, ik denk niet, nee, maar, nee? nee, dat lijkt me niet realistisch. Uh, het thema is zo groot en het wordt niet met één noodwet... Het woord multiculturele samenleving horen we bijna nooit meer. Maar alles wat ermee samenhangt, uh, dat verscheurt de samenleving. Er is een, een kleine minderheid die, die vindt dat er, dat er meer multicultureel wat is meer zij. Ja. Maar dat is nooit voorgelegd aan de Nederlandse kiezers. Ook in de rest van Europa niet. En de, en de meeste burgers, uh, kiezers, uh, zitten niet op meer diversiteit. En wat is meer zij te wachten. En, uh, en het remmen van die diversiteit, kan ik zeggen, die, uh, is voorlopig nog niet voltooid. Dus het blijft gewoon nog tien, tientallen jaren. Te ja, jaar. ja, oké. Okay. We zijn bij de derde partij aangeland, NSC, waarvan de leider natuurlijk ziek thuis zit. Ja. Uh, wordt vervangen door mevrouw van Vroonhoven met wisselend succes, zou ik ja. maar zeggen. Ja. Um, maar vindt dat gevecht nou, denk je, in het kabinet plaats? Hè? Want we hebben het steeds over die noodwet. Ja. Of. Gaan die ook allemaal sonderen met hun achterbannende fractievoorzitters? Oh, dat laatste, ja, ik dat. Nou, dat laatste die, natuurlijk. In die het is eigenlijk een gewoon kabinet, toch? Uh, ja, in feite. Ja. Het heeft in ieder geval geen zin om er voortdurend uh, af te vragen of het nou extra parlementair is of niet. Nee. Het, 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 uiteindelijk is, is het allemaal politiek, zal ik maar zeggen. En dus zijn er lijntjes en zijn, zijn er belangen. Uh, uh, wat wij hebben gezien, want nu gaan we nu specifiek over NSC, Nieuw Sociaal Contract, ja. is dat. Uh, uh, dat speelde met name eind augustus. Toen zagen we dus het, de, hun allereerste miljoenennota moesten ze doen. En in die eindfase uh, zijn de, is een politieke leiding, inclusief Omtzigt, die is met de leiding van het, van het kabinet uh, rond de tafel gaan zitten, financiën. Ja. Op financiën. En wat zag je daarbij uitstek? Dat Pieter Omtzigt daar zijn hele entourage het ministerie in had gehaald. Ja. Dus voor Pieter was er helemaal niet zo'n verschil. Tussen, nee, terwijl ja, hij dat juist wilde. Hij wilde zogenaamd ja. afstand tussen volksvertegenwoordiging en regering. Maar je zag dat hij op diezelfde gang van financiën zaten dan weer andere ministers mij, ja, of ja. Kamerleden ja. of god weet het wat. Dus uh, 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 als jou, jouw vraag is, uh, speelt zich dat af in het kabinet, speelt zich dat af in de coalitie, speelt zich dat af in de Kamer? Nou, het speelt zich op al die fronten tegelijkertijd af, denk ik. En ja. als, nou ja, bij uitstek, cynisch genoeg, uh, bij NSC. Maar mevrouw Uitermark van Binnenlandse Zaken van die partij heeft natuurlijk ja. een belangrijke stem in het kabinetsberaad van, uh, wat is het, 21 oktober of 25, klopt dat? Nou dat ja, ja laten we eind zeggen eind oktober. Eind oktober, ja. Uh, ja, als zij dwars blijft liggen en ik luister naar Wilders, dan hebben we een kabinetscrisis. Of, of is dat te simpel? Uh, nou, op, op het oog lijkt dat zo. Uh, uh, ze hebben nog steeds bij NSC niet gezegd dat ze frontaal gaan. Hè. Dat hebben ze, ze doen net alsof ze coöperatief meegaan. Dus ze hebben zelf een zinnetje in het regeerakkoord gekregen. Van dat, het, uh, dat het wel uitgelegd moet worden. waar we die een Gedragen motivatie of zoiets. Ja, 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 ja. Ja. Maar het komt erop neer dat wel goed verantwoord moet worden. Waarom dan die asielcrisis uh, ja. zou bestaan. En een noodwet nodig is. Uh, daar zijn ze echt trots op bij NSC. Uh, nou ja... Uh, het grappige is trouwens dat hoe langer je daarmee wacht, hoe meer vragen schoof krijgt, hoe hoog die nood eigenlijk is. Ik bedoel, ja. ja, weet je, het wordt steeds nou ja. ongeloofwaardiger, lijkt het wel. Nou, dat hangt er vanaf. Ja, nou, dat er wordt erg cynisch over gedaan. Uh, en daar geeft het kabinet uh, ook wel enige aanleiding toe. Maar uh, als een, iets een latente crisis is, is het ook een crisis. En als het in, een probleem is dat in tientallen jaren is, is ontstaan. Dan kun je wel zeggen, dat is misschien te verdedigen. dat er niet sprake is van een acute crisis. in die zin dat er honderdduizend mensen in de rapel staan. Ja, over verstroming overstroming of een oorlog of iets heel groots. Ja. Maar een, een latente crisis kan, dan mee, een, kan een veel grotere crisis zijn. dan iets wat een incidentele crisis is. En als ik, zijn, als ik één advies zou geven, is dat ik het op die manier zou motiveren. Als dit al tientallen jaren een bron is. Een crisis in wording? Een crisis, nee, een crisis die al bestaat maar altijd gepasseerd is, waar nooit iets aan ja. gedaan is. Ja, latent altijd... is ook een beetje verborgen, hè? toch? Opdoe je dat niet? Ja, ja. Latent, ja. Een, een, Latente, een, ja. Een, een, een crisis die, als, als uh, de asielmigratie ja. al, uh, al decennia een zich opbouwend probleem is... Ja. dan mag het wel zo zijn. En dat gaat net als die kikker in die, in die kookpot. Ja, dus het, je zet die kikkers... Je die niet die voelt dat die gekookt wordt. Precies. Ja. En op een gegeven moment... Uh, dus dat laat zich wel degelijk verdedigen... als je dat zou willen in ieder geval. Uh, dat, uh, dat, uh, dat een, 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 een voorteilend uh, probleem... middelgroot probleem... dat zich opstapelt tot een acuut probleem... Ja, okay. uh, dat je daar aan, aan wenst te doen. Maar dat is een kwestie natuurlijk van perceptie. En, en hoe je... Het, nou ja, één ding staat vast... dat in ieder geval een be belangrijk deel van... de, de aanhang van onzicht en misschien hij zelf ook wel... Uh, ja dus allerlei, uh, hoor uh, uh, postchristelijke reflexen uh, in zich dragen, uh, progressief christelijke reflexen, uh, dus barmhartigheidskwalen uh, ja. uh, zal ik maar zeggen. <laughs> en uh, ja, ik doe er een beetje, misschien een beetje, ik bedoel, mensen mogen dat sentiment hebben, maar wordt, het, het is ook niet altijd ontdaan van hypocrisie. laat ik zo okay. zeggen. Nee, uh, dat heb je inmiddels duidelijk. Ja, zeker ja. Dat, ja. <laughs> dat, uh, Ik ben trouwens benieuwd of dat. Het overwoord latent ook ingang gaat vinden straks als oplossing. Nou, best... nou, dan moet ik het nog even een paar keer herhalen, misschien. Nou, ja, uh, ik, het klinkt als een. Een latente <laughs> crisis is ook een crisis, hè? dat is mijn stelling ja. ongeveer. En, uh, dat laatste... ja, het feit dat wij al even discussiëren, wat bedoel je nou precies, is natuurlijk perfect voor een toverformule. Want ja, uh, ik, 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 dat, dat oogte ik niet per se, maar als je, je het <laughs> nou, Bij deze... dan... <laughs> ja. 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 Zit, de, de laatste partner, BBB, die, die zouden we bijna vergeten. Die hebben, ik, nou, zei... ja, misschien moet ik nog één ding ja. zeggen over NSC. Ja. Want we zijn aan het nagaan, wat is nou het belang van die partijen om de zaak wel ja. of niet te laten klappen? Ja. Nou, uh, de NSC, dat kun je wel zien, die, 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 die dansen langs de afgrond. De drie zetels in de peiling of zo. Ja, nu is het ook zo'n dansen langs de afgrond van die noodwet en wat ja, je ja, zei. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad, het feit is dat ze uh, gezakt zijn van twintig zetels naar, uh, in de, bij de verkiezingen, gezakt zijn naar drie. Uh, dat is dus bijna nul. Ja. Uh, uh, zo'n partij heeft natuurlijk geen belang bij verkiezingen, ze hebben er dus belang bij om het kabinet in leven te houden, ja. want anders zijn ze weg. Eh, en ze komen nooit meer terug. Hun bestaansrecht is bijna dit kabinet geworden. Ik bedoel, Sorry? Hun bestaansrecht is bijna dit kabinet geworden. Dat ze wel, wel tegen zijn eigenlijk, maar... Nou ja, ja. Dat, dat zal wel. Maar ik bedoel, ze, ze hebben ook een baan en uh, uh, een, een, een aanzien... voor zolang het duurt. En met een dat speelt dat mee dat al die nieuwe fractieleden zeggen... ja jongens, ik heb een baan opgezegd. Het is, nou, het dat zal, dat zal natuurlijk. Ja, kijk, er zit... Denk ik bij NSC relatief veel PPR-achtigen. Uh, dus mensen met een. wat ik al zei. Groen, christelijk. Een, een beetje een evangelische missie zou ja. ik zeggen. Uh, maar de, de, de hypotheek moet ook betaald worden. En die dingen die gaan echt meewegen. Wordt word de wereld er beter van als ze zichzelf opheffen? Ja. Dat kunnen ze zich ook afvragen. Nou, uh, ja. en er zullen menige NSC er tot het slot zo komen dat dat niet het geval is. Dus in ieder geval, ze hebben er geen belang bij, komt er beter beleid als ze zichzelf op, opheffen in hun eigen mm -hmm. afweging? Niet lijkt mij. Nee. Dus eh, in die conclusie, in, volgens die lijn kom je naar de conclusie dat eh, de NSC er echt alles, re, rationeel gesproken, alles, alles aan zal doen om dit kabinet in leven te houden. Ja, maar... maar er is ook nog een emotioneel geval en, en ja, de emoties die, die kunnen sterker worden dan het rationele belang. Ja, waarbij je natuurlijk ook mag aantekenen dat het omzicht ook vrij streng is als het gaat om immigratie. Die heeft zelfs quota genoemd voor, ik geloof, 50.000. Al in, die... maar dan ook. Nee, maar, al, maar, maar goed, die is helemaal niet, helemaal niet links of zo wat dat betreft. Nee, nee, gaat maar, rechtelijk wel, maar. Nee, maar het punt is dat ze, waar de pijn zit, tussen is is dat ze wel naar immigratie willen kijken, kennelijk. Uh, maar niet specifiek naar asiel. Nee, vooral arbeiders, want dat ja, ze dan, uh, ja. Precies, want dat, dat vinden ze dan de, de, de meest sneu groep. En dat uh, ja, de barmhartige Samaritaan die wordt dan aangetrokken door de ja, ik, 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 ik Herken jouw Bijbelse achtergrond hier af en toe. Nou, die gelukkig nog uh, in de Nederlandse cultuur deel uitmaakt van de Nederlandse cultuur. Ja, ja nee, dat, dat, ik zou dat niet durven ontkennen. <laughs> uh, laten we naar BBB gaan. Volgens mij staan die redelijk stabiel in de peilingen. En die hebben nu zeven zetels. Dat is ja. toch een beetje hun natuurlijke omvang. Uh, ik heb eigenlijk geen idee waar, hoe zij erin staan. Nou, nou jawel, uh, ja? uh, zij zijn de. de uh, dus een, een vijand zou zeggen ze zijn de beste bijwagen van Wilders. Oké. Okay. En dat is ook zo. Oh. Dus aanvankelijk was er, was er een, een Oost-Nederlandse conctie. Die bestond ja. uit NSC, ontzicht En die bestond uit Caroline van der Plas van de Boerenpartij, de ja. BBB. En dat, dat, dat is uh, de dat, dat wereld van uh, Twente en Achterhoek. En, uh, en, dus, uh, en dus die waren ook heel close. Maar Caroline van der Plas is teleurgesteld geraakt in omzicht, ja. Zoals wel meer mensen teleurgesteld zijn geraakt in het Omtzigt. En, uh, en die is, na, daar is ook vrij open in geweest de afgelopen zomer en zo. En ze is meer toegedraaid naar Wilders. Ook ja. in de persoonlijke betrekking. De persoonlijke betrekkingen spelen ook een rol. Ja. Uh, vaak meer dan je zou denken. En dus uh, 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 ja, de, de, de trouwste secondant van, uh, van Wilders in deze materie of in het algemeen in het kabinet... Uh, is de BBB. En, uh, nou, het zit ook niet op sleutelministeries... wat asiel betreft natuurlijk. Dus die... nee, nee, ze zitten natuurlijk in de eerste plaats... voor, voor, het, uh, voor de agrariërs ja. en, en de regio. En, uh, en dat is dan moeilijk genoeg. Zoals al gebleken is trouwens. Uh, dus zij gaan het kabinet zeker niet opblazen. En, uh, en zitten eerder in het kamp, uh, in het kamp uh, PVV. Ja, dus vasthouden aan die noodwet... zoals het in het... Akkoord staat. Ja, ja, waarbij ik me trouwens niet, allemaal niet zou verbazen als, zij, als, als Carola van der Plas zegt. Maar bovendien wo van die noodwet ook het kabinet niet te laten vallen. Dat zou nee, het precies. Zeggen. Die is wat pragmatisch daarin. Hè? Ja, ja. ja. Zet, uh, nou we hebben de partijen doorgenomen. Uh, ja, is er iets zinnigs te zeggen over de toekomst van dit kabinet? Want, want, nou ja, de conclusie die, die uit, uit in ieder geval mijn afweging kunt uh, uh, trekken. is dat het heel raar zou zijn als dit kabinet opgeblazen zou worden. Want er is niemand die er belang bij heeft. Niemand, van, hè? Nee. nee, nee. Ja. Of eventueel uh, Geert Wilders, maar dan is het een korte termijnbelang. En het is al moeilijk genoeg gebleken om. om nee, dus ze hebben al drie kwart jaar bij elkaar gezeten om, uh, om er wat van te bakken. Uh, dus eigenlijk heeft. Uh, volgens de, deze kansberekening blijft het kabinet zitten. Maar dat is als je hun belangen op een rijtje zet. Maar als je hun emoties op een rijtje zet, kan het nou heel anders lopen natuurlijk. Dus uh, ik, ik zie wel eens ergens. Er zijn ook uh, mensen die, die permanent in Den Haag rondlopen, zoals jij vroeger en ik ook wel. <laughs> ja. uh, die denken dat het 50-50 is of 40, 40, 50. Ik denk dat dat een redelijke inschatting is. Dat is de botsing tussen emotie en ratio. Nou ja, dat is misschien nog één ander scenario. Dat schiet me nu net er binnen. Maar ik weet niet of je daarop kan reageren. Dat, dat je dus wel uh, dat eerste begrotingsjaar afmaakt, 2025. Misschien al noodmaatregelen kan invoeren en dan ja, heb je er buiten binnen en dan is het niet zo erg als je valt of is dat onzin? Uh, nou ja, als je, uh, als je succes hebt ja. of iets wat oogt als succes, ja, dan ga je er heel veel meer mee door. Dan ja. kun je kunt het beter blijven zitten. Ja. Want een kabinet is uiteindelijk niet opgericht om verkiezingen uit te schrijven. Dat nee, en ja, dan kunnen die vier partijen zeggen: wij hebben eindelijk iets gedaan aan een probleem wat al volgens jou 50 jaar speelt. Uh, uh, dus... Nou ja, in 50, 60 jaar ja. is opgebouwd. ja. ja. Uh, en dus dat. Uh, uh, maar goed, dan moeten ze. Dan maak ik een ongevraagd een rondje met de, de, de eerste opmerking. Is dat zo verstandig om met permanent in de. het, neurotisch in een permanente campagne te zitten? Nou, soms even niet, zou ik zeggen. Soms is het verstandig om even t -t 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 -t, twee keer het ademhalen. en een dagje niet te twitteren ook. En het land te besturen. Ja, en te laten zien dat je wat kunt. Uh, in plaats van verkiezingen uitschrijven. Dank. Dank je